Goedendag, hier weer de Actium Make video. We beginnen natuurlijk met het belangrijkste cijfer van de afgelopen week en dat was de Amerikaanse inflatie. Nou, Powell heeft het een tijdje geleden gehad over transitory inflation. Dat is eigenlijk het gele balkje of het oranje balkje wat u hier ziet. Dat is nu vrijwel weg, dat is een positief teken. Wat we ook zien is dat de energieinflatie, dat is het lichtblauwe balkje, ook zo goed als weg is. En over een paar maanden zal dat ook inderdaad daadwerkelijk nul zijn en misschien zelfs wel een beetje negatief. Dan blijft voeding nog over. Nou, dat is nu nog groot, maar dat zal ook waarschijnlijk wel normaliseren. En blijft wel het grote probleem op dat al die aanjagers ervoor gezorgd hebben dat de rest van de economie ook wat meer prijsverhoging wil. En dat zijn de grijze balkjes. En dat gaat voorlopig nog niet weg. En dat zal de Fed's grootste probleem zijn. De volgende grafiek gaat over wat de koersen dit jaar hebben gedaan. En eigenlijk is het een heel simpel koersgrafiekje. De wereldaandelenindex en de wereldobligatieindex. En wat we vorig jaar zagen is dat die twee redelijk op en neer met elkaar gingen. Dus de obligatiemarkt stuwde de aandelenmarkt omhoog en weer naar beneden toe. Maar dit jaar is dat niet zo. Dit jaar blijft de obligatiemarkt helemaal stil liggen, terwijl de aandelenmarkt het heel erg goed doet. Hebben we de hele correlatie met de aandelenmarkt en de obligatiemarkt nu losgelaten? Of gaan aandelen weer straks naar obligaties toe? Of andersom natuurlijk. Wat wel opvalt is dat kleine optiebeleggers weer uitermate enthousiast zijn. Wat u hier ziet is de call-put-ratio van kleine optiebeleggers. Dat zijn dus in contracten minder dan 10. En dan zien we dat er een enorme daling was. Je ziet ook hier duidelijk de effecten van de coronasteunmaatregelen. Er was geld zat en er was tijd zat. Dus gingen ze in opties. En dat is helemaal weggevaagd. En dat zie je nu weer helemaal opleven. Meestal geen goed teken. Meestal een teken van te veel enthousiasme. Nou, waar ook heel veel enthousiasme voor is, is bij activistische beleggers. Met name beleggers in activistische beleggers. En wat we hier zien, je hoort hele mooie verhalen. Nu weer over Disney, dat dat allemaal zo succesvol is. Door Co-Ican. En wat dan opvalt, is dat die activistische beleggers wel mooie verhalen hebben. Maar het in de praktijk helemaal niet zo goed doen. De lichtblauwe lijn is de brede index, de S&P 500. En die andere twee lijntjes zijn twee manieren om, dus een soort index van activistische fondsen. En u ziet, die blijven genadeloos achter. Dan de agenda voor de komende week. Die is prop en prop vol. Zoals u ziet, heel veel ISM-indexes en PMI. Dus dat heb je altijd bij het begin van de maand. En natuurlijk aan het einde van de maand, vooral de service-index. Daar ben ik erg benieuwd naar. Omdat service-index, nou, services nu eenmaal het grootste gedeelte van de economie zijn. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.